Yo, wat leuk dat je weer kijkt. Afleveringetje backstage. Ik ga vandaag gewoon weer iemand verrassen. Ik ga namelijk Niels verrassen. Hij is 18 jaar, komt uit Lunteren, studeert geneeskunde en kan ook wel een beetje radio maken. We gaan naar een supergrote station waar ik een afspraak heb gemaakt, Slam FM. Maar ik moet hem eerst vinden in het superkleine dorpje Lunteren. Wat gaan we doen? Wij gaan vandaag naar Hollywood, oftewel Hilversum. Kent u toevallig The Voice of Lunteren? Wie? The Voice of Lunteren. Nieuws! Ik ga hem zoeken. Let's go. Goedemiddag, dames. Mag ik u wat vragen? Nou, het is wel een hele leuke vraag. Bent u al bij de bakker geweest? Ik ben op zoek naar The Voice van Lunteren. Nieuws. Oh, ik zie de politie. De Voice van Lunteren zoek ik. En hij heeft hier eerder radio gemaakt. Nee, daar kan ik je helaas niet verder helpen. Kan ik je nog meer helpen? Doen jullie Niels? Ja, Niels! Ik weet wel waar die woont. Serieus? Ja, die woont hier in Lunteren. Gek! Ik ga op zoek naar Niels. Even kijken of die hier... Ik heb al even gezocht, maar als het goed is, moet hij hier wonen. This is the voice of Lunteren! Wat? Ik heb je even gezocht. Ben jij Niels? Ja, dat ben ik. Oké, ja. Dan Niels. Ik heb namelijk een verrassing voor jou. Oké. Okay. Let's go. Ik heb namelijk gehoord dat je radio maakt. Ik heb vanaf mijn 12e wel al radio gemaakt. Mm-hmm. Bij de lokale omroep hier in Ede. Wat zou je ervan vinden als ik jou meeneem naar een grote station waar ik jou ga pluggen? Heel erg. Ja? En dan stoppen we gewoon met die geneeskunde en dan gaan we radio maken. Ja, leuk. Zou je het vet vinden? Ja, zin in. Oké, okay. Lokale radio. Maar heb je daar, je hebt mij niet uitgenodigd, maakt het verder ook niet uit. Maar heb je daar misschien beeldmateriaal van of krantenknipsels? Ik heb boven nog wel een paar plaatjes liggen. Is het een bende daarboven? Nou, een beetje. Ik heb een aantal jaar de ochtendshow gedaan. Kan je me ook een beetje laten zien hoe dat gaat? Buiten raast de wind al aardig hard, maar hier binnen blaast Sherry en ook je radio op. Hier is... Gotta have you. Ja. Nou, volgens mij ben je er wel klaar voor. Ja. Wij gaan richting Hilversum. Yes. Hey, Sherry-Anne hier. We hebben een afspraak met Ruben. Verder. Dankjewel. Okay. Nou, Niels. We zijn binnen. Zijn we dan? Ja. Hollywood. Bij Slam. Wow. Hey, ik heb Tim, een van de DJ's van Slam, gesproken. En hij gaat ons vandaag een rondleiding geven op de redactie. En we mogen ook nog de studio in. Vet. Heel veel zin in. Ja. Hey. Heb het over Tim. Ja, hi Tim. Hi. Hi man. Tim, welkom. Welkom bij Slam. Ja. Ik wil even een rondleiding. Nou, dit is de redactie van Slam. Ik wil eigenlijk niet gewoon in de studio. Ja, tuurlijk. Dan moeten we deze kant op. Ja, laten we dat doen. Ja, kan dat? Hallo. Goeiedag. Hi. Michiel, Niels, welkom bij Slam. Ik weet wel een paar dingetjes. Van je af is harder dan natuurlijk om mee te beginnen. Dus ik heb hier bijvoorbeeld Mike DJ, mijn DJ-microfoon in. Dus op het moment deze schuif omhoog doe, ik ga die lamp branden. Ja. En dan zijn we dus live. Het is echt heel leuk om te zien. Ja. Yo allemaal, Niels denkt dat hij alleen een rondleiding krijgt en dat hij eventjes de studio in mag. Maar wat hij nog niet weet, is dat hij zo dadelijk live op de radio de files mag gaan voorlezen en een plaat mag aankondigen. Hoe vet. Mogen we ook misschien wat doen hier vandaag? Zou je dat willen, een plaat aankondigen? Ja, lijkt me heel vet. Ja? Ja, hartstikke leuk. Ja? Nou, dan gaan we dat gaan regelen. Ja. Niels en Sherry, als jullie even aan die kant beginnen. Oh, je zweethuisjes. Ja. Laser Park Cherry M, allereerst. Goedenavond. Goedenavond, alles goed man? Ja, nou ja, zeker. Wat brengt jou hier? Ja, ik kom Niels verrassen. Ik wil gewoon dat deze jongen een vette experience krijgt hier bij jullie. En jullie zijn jong, jullie zijn dorstig. Ik denk dat we dat wel nodig hebben om deze jongeman een hele vette dag te bezorgen. Omdat hij gewoon heel getalenteerd is. En Niels, voor de duidelijkheid, jij bent radio DJ. Ja, ik heb het een aantal jaren op de lokale omroep gedaan, waar ik vandaan kom. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Vind je eigenlijk zo leuk aan radio? Want nou, je hebt niet per se een radiohoofd, wij wel. Ja, dus je kan nog alle kanten op. Het leuke aan radio vind ik dat je er heel veel van jezelf in kunt stoppen. En dat je ook heel veel van de luisteraar weer terug kunt halen. Dus het is echt een beetje samen lekker radio maken. Vind het jou leuk om op Slam een plaat aan te komen? Ja, zeker. Dan mag je dat ook op mijn plek gaan doen. Oh! Nou, zou ik willen zeggen. Ja, ik zet de microfoon even wat hoger, want ik ben iets langer dan jij. Ja. Dat zijn heel veel mensen. Dus nou, dit is Club Ondersteboven op Slam FM. Je vrije woensdagavond. Misschien heb je nog vakantie, misschien ben je al aan het werk. Maar één ding is zeker, we zitten vol met goede nieuwe hitjes. En dit is Lonely Together, Avicii. Hier, bij Slam. Geniet ervan. En tot snel, hoop ik. Ja!
Lekker. Leuk, je bent een jong radiotalent. Ja. Die heeft jou meegenomen naar de Slam Studio vandaag. We gaan nu een reclameblok in. Na het reclameblok heb je altijd de verkeersinformatie. Ja. Zou je dat een keer willen doen? Ja, zeker. Leuk. Dan gaan we even kijken waar de files staan en dan... Ja, is goed. Zometeen Niels met de files. Lekker. Goeie tease hoor. Zitten we dan? Ja. Het ene moment krijg je een vette rondleiding en het andere moment moet je het nieuws... Ja, zit je gewoon de files hier voor te bereiden. Ja. Ja, is wel apart hoor. Ja? Ja. Heet het wel iets? Ja. Nee, weet je wat het moet toch? Ja, 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 dat wel. Michiel, ja. Dankjewel, zeg je dan. Maar je moet het nog gaan doen. Ja, het moet nog wel even gebeuren. Ja, ja, ja. Dat komt wel goed. En dan deze gasten hier ook. Bam! Laat me zien dat het officieel is. De files. Ben je er klaar voor? Ja, ja, ik heb ze in mijn hoofd zitten. Ja? Ja. Ja. Er staan op dit moment 2 vertragingen. Te beginnen op de A10 Koenplein naar Watergraafsmeer. En pas ook even op je snelheid op de A6 van Jouren naar Muidenberg. Bij Naarden hectometerpaal 42,8. Ik begin me een beetje zorgen te maken. Ja! Ja! Ja. Yes! Yes. Okay. Heel nice. Vond je het leuk gemaakt? Ja, ik vond het echt heel leuk. Ontzettend bedankt. Ja. Heel leuk om even een kijkje in de keuken te mogen hebben. Ja. Dat was het dan weer voor vandaag. Ja. Vond je ja, vet? Het was echt heel erg leuk. Nice. Ja. Ik vond het ook echt super leuk. Ja. Ik vond het super leuk om je gewoon te zien lachen. Ik denk, ja. dat is ja, ook dat waarom. Is zeker gelukt. Ja. Ja, 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 ja. En dat is ook een beetje waarvoor ik het doe. En ja. ik hoop je echt nog eens een keer terug te zien of terug te horen bij Slam. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken. Ga ons natuurlijk volgen op al onze kanalen, op YouTube en op Facebook. En vergeet je zeker niet te abonneren. En heb je zelf nou ook een vette wens of een hele kleine droom? Let me know en dan kom ik jou verrassen. Dankjewel voor het kijken. Nieuws? Ja. Dankjewel. En tot de volgende keer. Ciao.